zijn hier bezig met een spoedreparatie aan de rijbaan Victor, die naar de Voldebaan gaat. Daar is afgelopen zondag water in de fundering aangetroffen, helaas. En dat zijn we nu met man en macht aan het herstellen. Het is heel vervelend voor onze omwonenden, omdat we niet het baangebruik kunnen uitvoeren zoals we dat normaal doen. Vandaar dat we met man en macht bezig zijn met herstel. Dit is een onvoorziene omstandigheid. Normaal gesproken gaat de fundering 60 jaar mee en nu zijn we na 15 jaar al ongepland bezig, wat zeer vervelend is. De verwachting is dat komende maandag 23 juli de rijbaan Victor weer in gebruik genomen kan worden en daarmee ook de polderbaan.